Vandaag spelen we Minecraft, alleen vallen er continu blokken uit de lucht zoals je kan zien. Waardoor ik zelfs dood kan gaan in Minecraft. En ik moet zien te overleven met al deze vallende blokken. Gaat dit mij lukken? Daarvoor moet je de hele video kijken. Doe zeker dat duimpje omhoog, want dan vallen er duimpjes omhoog uit de lucht in plaats van blokken. En nou ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren, want anders verander jij in een dirtblokje. Oké, paniek, paniek. Ik sta momenteel onder een boom, omdat allemaal blokjes uit de lucht vallen zoals je kan zien. En moet je nou zien hoe de map erbij staat. Er zijn allemaal blokjes uit de lucht gevallen. En het blijft maar doorgaan. Het regent letterlijk blokjes. En ik moet zien te overleven. Een huisje te bouwen. Tools te maken natuurlijk. Zodat ik veilig zit van al deze vallende blokken. Want deze vallende blokken kunnen letterlijk op mij vallen. En dan krijg ik damage. Niet altijd heel veel. Maar als er bijvoorbeeld een anvil uit de lucht valt. Nou, ik zeg je heel eerlijk. Die doet mega veel pijn. Oké, kom op. Als eerst hebben we even wat hout nodig. En volgens mij, dit is het laatste blokje. Dus deze boom gaat verdwijnen. Oké, oh my god. En zoals je het kon horen, af en toe valt er dus TNT uit de lucht. En dan valt de redstone precies bovenop. Waardoor de TNT uit elkaar knalt. En dat is nog wel een klein probleempje als dat gebeurt. Oké, laten we onder deze boom gaan staan. Als eerst moeten we een crafting table gaan maken. En daarvoor hebben we natuurlijk planks nodig. En die hebben we gelukkig. En dan kunnen we ook alvast wat sticks maken. Kijk, dan kunnen we in ieder geval eventjes wat standaard tools maken. Want daarmee kunnen we natuurlijk een pickaxe maken. En een axe. Die hebben we natuurlijk nodig om te kunnen overleven. En om al deze blokjes die uit de lucht vallen te kunnen hakken. Dus we maken een pickaxe zo. En dan een axe. En misschien... Nee, een zwaard is niet echt nodig. Oké, een pickaxe en een axe. Oké, dan nemen we de crafting table mee. En we moeten ook zo snel mogelijk uit een gebied gaan. We kunnen niet te lang bij één gebied blijven. Want dan gaat het heel erg laggen. Oké, kom op. Als eerst hebben we dit nodig. Ik heb een iron pickaxe nodig. We hebben stenen blokjes nodig. Zodat we daarna iron kunnen hakken. Oké, kom op. Stone, stone. Kom op, kom op, kom op. Oh, die blokjes. Kijk, allemaal diamonds hier. Oh, dit moet ik hebben. Oké, ik heb normaal steen nodig. Normaal steen. Dit is gravel. Dat hebben we niet nodig. Hier ligt normaal steen. En kom op. Oké, weer onder boom staan. Oké, we hebben de crafting table. Dan kunnen we zo. En dan kunnen we hier een nieuwe pickaxe van maken. Een stenen pickaxe. Kijk, dan hebben we een kleine upgrade. Want we moeten natuurlijk alles gaan upgraden. Nu moeten we iron gaan vinden. Oh, nee, 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 nee. We zitten nu al opgesloten hier. Weg hier, weg hier. Waar was hier iron? Ik zag hier ergens iron. Oh, moet je kijken hoe vol het hier is. Waar is de iron? Ik kijk denk ik eroverheen. Oké, daar zie ik iron. Helemaal hier. Oké, zo in de boom. En hakken. Oké, kom op. Dat is er één. En hier staat er nog één. Nee, die valt naar beneden. Oké, kom op. Die moet ik pakken. Hier staat er nog één. Dan is dat al drie. Oké, top. Drie iron. Nu cobblestone, zodat we natuurlijk een oven kunnen maken. We hebben ook kool nodig. Dat zien we hier gelukkig. En het lagt hier zo hard. Oké, wat extra iron. Oké, we hebben hier kool. Cobblestone, cobblestone. Laten we hier weggaan. Laten we hier weggaan. Er komen vast nog wel meer diamonds, want het lagt hier echt zo hard. We zitten hier helemaal vast. Onder de bomen blijven. Onder de bomen blijven. Hier hebben we weer cobblestone. Dat hebben we nodig. Oké, hoeveel hebben we er nog nodig? Nog 6 voor een oven. Deze hooibalen is ook handig voor broodjes natuurlijk. Naar de overkant. Hier zie ik er namelijk nog één. Oké, weg hier. Allemaal TNT ontploft. Oké, cobblestone hier. Nog 5 te gaan. Oké, we hebben hier heel veel steen. En we kunnen hier schuilen. Kijk, dit is top. Dit is top. Dat had ik eigenlijk ook eerder kunnen doen in plaats van dat ik helemaal ging zoeken. Want natuurlijk, de bergen bestaan wel gewoon. Oké, we hebben de 14. Even een oventje maken hier. Vol erin. En dan moeten we het iron erin doen. Dan kunnen we zometeen, als het goed is, een iron pickaxe maken. En dan kunnen we meteen alweer diamonds hakken. Hier zie ik nog meer iron. Oké, we kunnen nu eindelijk de pickaxe maken. Zo. Oké, diamonds. Onze eerste diamonds hier. Kijk eens aan. Top. Oh, een diamond block. Oh mijn god. Dat is top. Hebben we hem gekregen? Ja, we hebben hem gekregen. En daar is er nog één. Kijk, dit is top. Dit is beter dan die losse diamonds. Oké, dit is perfect. Misschien kunnen we die enchantment table ook meenemen. Ja, dat kan. Paniek. Oké, we moeten hier zo snel mogelijk weg, want het staat hier helemaal vol. We moeten naar een andere plek gaan. Kom op, daar zie ik nog een diamond block. Die nemen we zeker weten mee. Oké. Aan diamonds hebben we nu redelijk genoeg. Laten we hier snel weggaan. Oh, het staat hier helemaal vol met blokken in dit gebied. Oké, kom op, kom op. Ja, het is hier al wat minder. Het is hier al wat minder. Ren, koe. Ren voor je leven, meneer de koe. Oké, ik zie hier nog een diamond block. Die nemen we zeker mee. Oké, het is hier rustig. Het is hier rustig. Kijk wat we hebben achtergelaten. Kijk daar. Kijk daar achter. Oh my god. Zie al deze chaos. We staan even onder een boom. Kunnen we misschien even de diamond blokken omtoveren tot normale diamonds. 46 diamonds. Oké, laten we onszelf gaan beschermen. Dit is helemaal top. We maken ook meteen zometeen een iron pickaxe en een iron axe. Oké, kom op, wat hout erbij. En nu de diamond armor dragen. Ja, kijk eens aan. Dat ziet al top uit. Kijk dan. We hebben tenminste al wat extra bescherming. 1, 2. En dan de diamonds. 1, 2, 3. Kijk eens aan. Dan hebben we een diamond pickaxe. En dan zo voor de axe natuurlijk. Nu hebben we in ieder geval goede diamond tools. En daarmee kunnen we echt wel overleven. Alleen laten we hier maar weer wachten totdat het weer licht wordt. Oké, het is weer de volgende dag. We moeten meteen op pad gaan. Want het staat hier echt bizar vol.
oh, ik lag bijna. En als er veel op één plek komt, gaat de server crashen. En dat betekent dat ik dan de challenge niet heb gehaald. Oh my god. Oké, kom op, kom op, kom op. In het water. Ja, oké. Oh, dat scheelde echt niks. Dat scheelde echt niks. We moeten hier weg, we moeten hier weg, we moeten hier weg. We hebben snel dingen nodig voor een huisje. Oké, onder de boom, onder de boom. We gaan hier even wat dirt verzamelen voor het huisje. Want we moeten even een plek zoeken snel. Oké, hier staan al een crafting table. Oké, dit moet zo snel mogelijk dichtgemaakt worden. Oké, meneer de koe, we gaan jou redden, we gaan je redden. Zo, er kan jou niks meer overkomen. Oké, meneer de koe, we moeten hier samen met z'n tweetjes gaan overleven. We moeten ons huisje gaan bouwen. Oké, we hebben een chest. We hebben een enchantment table. Die kan ik ook wel ergens maken. We hebben gelukkig wat hout. Daarmee kunnen we een beetje de boel inrichten, zo. En het huisje wordt groter, ik beloof het. Oh nee, er staat daar TNT. Ik weet niet of ik hier kan blijven. Ik denk dat ik naar een andere plek moet. En jij moet hier blijven, meneer de koe. Want het is hier gevaarlijk. Oké, ik ga hier weg. Ik haal de TNT voor je weg. Oh my god. Kijk hoe chaos het hier is. Kijk de wereld hoe het eruit ziet. Deze challenge is moeilijker dan ik dacht om een huisje te maken. Oké, snel. Allemaal hout verzamelen. Echt mega veel hout moeten verzamelen. Doe trouwens zeker dat duimpje omhoog. Want bij de 5000 likes op deze video ga ik dit nog een keer doen. Maar dan met een andere mod. Dus als je van de Minecraft mod video's houdt, doe dan zeker dat duimpje omhoog. Kom op, meer hout. Oh, ik ben zo blij dat we die diamond tools hebben. Dat gaat zoveel sneller. Oké, we hebben denk ik wel genoeg. We moeten nu een andere plek zoeken. En daar gaan we het huisje meteen bouwen. We moeten hier weg. We moeten weg uit dit gebied. We moeten naar een nieuw gebied waar bijna nog niks is gevallen. Want de regen volgt me letterlijk. De regen volgt mij. Overal waar ik heen ga, komt de regen ook. Oh, kom op, kom op, kom op. Auw, viel er eentje bovenop me. Oké, hier is het rustig. Hier is het rustig. Gaan we het hier doen? Ja, we gaan het hier doen. Oké, 1, 2, 3. Auw, 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 auw. 1, 2. Auw, er zit daar een boom. Oké, zo. En dan pakken we de planks ernaast. Kom op, kom op, kom op. Tempo, tempo, Dennis. Tempo, tempo. Oké, hier 1, 2. En dan hier zo. 3. Aan deze kant. 1, 2, 3. En dan zo. 1, 2. Auw. Oké, snel. Het dakje erop. Het dakje erop. Het dakje erop. Hier. En aan deze kant. Precies daar. Kom op. Oh nee, dit staat letterlijk obsidian naast mijn huis. Oh, gaan we dit nou weer doen? Zo, zo. En dan moet hier weer een pilaar komen. Loopt dit goed? Ik weet het niet. Ik ben het echt in paniek aan het bouwen. Zo. En dan zo. En dan hier tussen. En dan moet deze weg. Toch? Ja, deze moet weg. Oké, zo. Oké, we hebben iets meer tijd. Rustig. We hebben een dakje erop zitten. Er kan nu iets minder gebeuren. Oh, dat is onze chest. Zo, dit moet ook even weg. We hebben maar een paar blokjes gelukkig binnengekregen. Oké, zo. Oké, Dennis, kalm. Je hebt nu alle tijd. Dus hier maken we even dit van. Dan pakken we de crafting table. Die zetten we tijdelijk eventjes hier neer. En dan maken we slabs. Want slabs zijn goedkoper. Dus dan doen we zo. Nou, goedkoper. Het kost minder hout. Oké, en dan moeten we de vloer eruit halen. Oh my god. En we moeten echt oppassen dat er geen TNT valt op ons huisje. Want dan hebben we echt een probleem. Dat gebeurt. Oké, oh, dit hoeft er trouwens niet. Zo. Oké, dit zo. De vloer erin. Heel snel. Op deze manier. We hebben ook eigenlijk zand nodig natuurlijk. Zo, dit en dit. Oh, het gaat hier zo hard laggen. Het staat hier letterlijk obsidian in ons huis. Dat ook nog is. Oh, het kan echt niet erger. En we komen één blokje tekort. Meen je dat nou? Eén blokje. Want dit pakken we weer. Zo. En dan zo. En dan zo. Oké, en dan dit maken we pers van. Voor de mensen die afvragen waarom. Au, dit is niet de bedoeling. Snel, dit komt aan de buitenkant namelijk. En dit pakken we even weg. Zo. Hier moet dirt. Hier ook dirt. Kom op. Zo, ja, top. Oké, perfect. Huisje ziet al aardig goed uit. Dit is de inrichting tot nu toe. Oh, aan deze kant moet er ook nog eentje komen. Zo, dit weg, dit weg. Daar komen de deuren. We hebben zand nodig, we hebben zand nodig. We moeten zand vinden, normale zand. En daarvan moeten we dus 6 hebben. Oké, hier, dat is 1. Oké, we moeten ons huisje niet kwijtraken natuurlijk. Dat is wel een dingetje. 2. Nog weer zand hier in de buurt van ons huisje. Kijk hoe hard het hier al lekt. Het is niet normaal bij het huisje. Oké, kom op. 3. Zit hier zand? Nee, hier zit geen zand. Hebben jullie hier zand voor mij? Ik zie daar weer zand. Kom op, kom op, kom op. 4. We hebben nog meer nodig. We hebben nog meer nodig. Snel ook het hout. Oké, ik zie hier voor me weer eentje. Zo, weer zand erbij. Nog 1. Maar waar, oh waar? Hier ligt het. Oké, we hebben het, we hebben het. Pakken we dit nog eventjes bij. En het wordt langzaam donker, dus we moeten snel naar ons huisje. Oh my god. Waar is de ingang? Waar is de ingang? Oh, de ingang is hier aan deze kant. Oké, hier. We hebben het hout, we hebben het hout. Gelukkig. Oké, de crafting table. Waar hebben we die ook alweer? Oh ja, die hebben we weggehakt. Crafting table, die plaatsen we hier. En dan zo. Een deurtje, kom op. Ja, we hebben een deur. Hier en hier. Zo. En laten we maar wachten totdat het ochtend is. We moeten even een oven plaatsen. Oh, we hebben daar niet genoeg steen voor. Oké, snel wat steen hakken. Heel snel steen. Oh, wat kool. Of hebben we het steen in de chest gedaan? Oh, we hebben het oventje in de chest gedaan. Oké, top. Plaats het oventje. En dan gaan we wachten totdat het weer de volgende ochtend is. Even kijken. Zo, het kool pakken we erbij. Dit erin, het zand erin. Oké, laten we maar gaan wachten. Oké, het is weer de volgende ochtend. En het is me gelukt tot nu toe om te overleven. Ook al is het hier wel echt enorm.
enorm vol met spulletjes. En ik loop helemaal vast. Dus dat is wel een beetje een probleem. Waarschijnlijk kan je het zelfs zien. Want het gaat allemaal zo slow. Kijk, kom op het glas. We moeten de ramen er nog in. En dan hebben we eigenlijk de challenge gehaald. Want dan hebben we een huisje gemaakt die er wel oké uitziet. We kunnen natuurlijk ook nog trappetjes plaatsen aan de voorkant. Om een soort van dakje te maken. Dus dat kunnen we zeker ook nog doen. Kijk eens aan, 34 trappetjes. Laten we er maar wat van maken zover het kan. Nou, eigenlijk kan het niet. Want kijk, ons dakje staat helemaal vol met dingen. Oké, hier een afdakje. Een soort van zo. Oh, deze moet snel weg. Hier, hier, hier. Oké, we hebben er nog 10 over. Ik moet ook nog aan deze kant wat plaatsen. En dan hebben we het helemaal rondomheen. Oké, kom op, aan deze kant nog een klein beetje. Hier, hier, hier. Hier zit nog geen dakje op. Dat zijn we nog vergeten of zo. Dus dan snel hier, hier. En dan de laatste. 1, 2, 3. Oh nee. Boven de eettekort. Zo. Oké, kom op, kom op. Weer naar binnen. Oh my god. Mijn deur wordt gewoon bijna geblokkeerd door al die dingetjes. Kom op, pak die cake. Oh, TNT. Oh, we moeten wel naar binnen. Waarom gaan we naar buiten? Oh, het loopt hier helemaal vast. Oké, we hebben het glas. Dat doen we in de crafting table. Zo, dan maken we daar glass panes van. Kom op. En dan de ramen erin. Zo, zo. En dit is ons huisje. Het ziet er toch super knus uit. We hebben alleen geen bedje, maar we hebben wel een enchantment table. Dus ik vind dat het huisje er aardig goed uitziet. Want moet je nou kijken wat we allemaal hebben verzameld. We hebben diamond armor, diamond tools. We hebben een huisje gemaakt in deze chaos. Maar moet je nou kijken? Oh, nee. Oké, ik ben dus even wat boekjes aan het verzamelen, zodat ik een boekenkast kan maken voor mijn huisje. Want jullie weten dat ik mega veel van lezen hou. Kom op, daar zijn de laatste boekjes die ik wil, want dan heb ik er 11. Nou ja, laten we nog 1 boekje erbij zoeken. Kom op, kom op, kom op, een boekenkast. Alleen, ik hoorde net echt een mega knal van TNT. En dat kan dus gebeuren als de redstone op een TNT blokje valt. Of naast een TNT blokje, want ik kan het wel even laten zien. Kom op, even zo, een TNT blokje. Dan plaatsen we die hier. Rennen! Oeh! Ja, dat gebeurt het. Oké, ja. En dan steekt het elkaar aan. En ik hoorde dus net echt een mega knal. Ik hoop niet dat het bij het huisje is. Want ik had bijna het huisje af. En dus ook bijna de challenge gehaald. Want ik wou alleen nog de boekenkasten. Kom op. Nou, weet je wat? Ik heb wel genoeg boekjes zo. Laten we maar naar het huisje gaan. Het staat hier zo vol. Het is gestopt met regenen voor nu. Ik snap niet hoe dat kan. Maar het regent tijdelijk even niet meer. En dat is wel prettig. Want er zijn geen blokjes meer die uit de lucht komen van... Oh, ik zie hier een boekenkast. Kijk, dat is de laatste die we nodig hebben. Dan kunnen we eindelijk het huisje afmaken. Oh. Misschien zitten gewoon te veel blokjes in het gebied. Oh nee. Nee! Mijn huisje is weg! Wacht, die stond toch hier? Of stond die daarachter? Ik weet het niet meer. Stond die hierachter? Alsjeblieft, zeg maar dat hij hierachter staat. Kom op, kom op, kom op. Nee, hij stond hier. Dit was mijn huisje. Oh nee! Dat betekent dat ik de challenge helaas niet heb gehaald. Want mijn huisje is letterlijk kapot gegaan voordat ik mijn boekenkast in mijn huis kon zetten. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om de duimpje omhoog te doen op deze video. Dan check ik jullie bij de volgende video weer later.